3 uur hard gelopen. Voor het eerst in mijn leven zo lang. 30 kilometer aangetikt. Daar ben ik echt best wel een beetje trots op. Goede smoothie aan het eten, dus dan kan je zo lekker. Ah, lekker. Ja, ik zag ook echt een groen stukje. Ik ben jarig! Birthday girl! Woo! Gonna party like it's my birthday. Ik ben jarig! Een hele goede middag en welkom weer bij een gloednieuwe vlog. Het is vandaag... Welke dag is vandaag weer? Een dinsdag. Het is vandaag dinsdag 20 april. Jezus, de tijd vliegt. When you're having fun. He? Nou, dat hebben we. Zeker. Dat hebben we. We zijn vanochtend vertrokken bij de camping. En we hebben daarna eventjes de camper geleegd en geloosd. Geleegd en geloosd, ja, heel lekker. Dat is allemaal hetzelfde. Geloosd en gevuld. En daarna zijn we naar weer een vrijstaanplekje gereden. Aan het strand. En ik wil jullie toch even laten zien, want het, mogen jullie raden wat hier de volkssport is. En of jullie kunnen zien wat, ja, of het populair is. Nou, maar zeg, ik weet niet of je het goed kan zien. Even scherp stellen. Wat is het idee? Minimaal. Volgens mij houden ze van golfsurfen. Niet normaal. Ik vind het er zo bizar uitzien, omdat... Het lijkt wel gewoon van ver af. Dat je vraagt je echt af hoe al die dingen niet bij elkaar in de klit kunnen komen. Maar goed, het gaat allemaal goed. En het ziet er van ver af erger uit dan van dichtbij. Maar ze houden hier dus van kiten. En ik ga volgende week ook kiten. Dit weekend gaan we richting Malaga. Want daar gaan we Ju de verjaardag vieren. Hebben we weer een finkaartje gehuurd. Huh? Gezellig. Oh yeah. Daar komt Follow the Van ook heen. Ja, die hebben we dus een paar weken geleden ontmoet. Dus, en zij zijn ook één. Ja, zij. Denise is ook jarig. Die is vrijdag jarig. Die is vrijdag jarig. Ju is zaterdag jarig. Dus we dachten, hey, laten we dat samen vieren. En gezellig een vinkertje huren. Ja. Maar daarna gaan we hier weer naar terug. Want ik ga vanaf volgende week kiteles nemen. Dus ik heb het nu... Ik heb het een paar jaar geleden al gezien. En toen dacht ik al van, dat lijkt me wel een vette sport. Maar in Nederland is het er eigenlijk nooit echt van gekomen. Trok me ook misschien niet zo om in de Noordzee te liggen of zo. Maar goed, hier is het echt een soort van volkssport nummer 1. En het begint wel te kriebelen. En ik heb er ineens super veel zin in om dat te leren. Dus ja, volgende week gaan we hier 2 weken heen. En dan hoop ik in 2 weken gewoon even vol te kunnen rammen met... Met lessen. En dan, ja, wie weet kan ik het dan wel daarna. Ja man. Sowieso dat je al snel oppikt. Nou, ik hoop het. Niet zo zeker in het leven. True. Maar dat de zon schijnt wel. Oh nee, dat is ook niet in Nederland ook niet zeker. Maar fijn. We staan hier op een prachtig plekje zoals je ziet. En met uitzicht op het strand en op al die kitesurfers. Lekker in het zonnetje gezeten. En vandaag eigenlijk voor de rest vrij weinig gedaan. Beetje gewerkt vanochtend. En ja, dat is het eigenlijk wel. Ik kan er een heel mooi verhaal van maken, maar ja, niet zoveel bijzonders. Goedemorgen! Zonder zorgen. Het is woensdagochtend en we lopen over het strand. Hoe laat is het? Uurtje of 9? Nee, vroeger, 8:30. 9:50. 9:50. En we lopen even lekker over het strand, even de hondjes uitlaten. Dit is dus dat strand wat gisteren helemaal vol lag met kuiters. Echt niet, maar honderden hoor, echt. Ja. Dat gaat het vanmiddag waarschijnlijk natuurlijk weer doen. Maar nu even niet. Het is wel lekker. Het is hartstikke rustig. Dus nu kunnen de hondjes ook gewoon lekker los. Want ja, Tom en Ed kunnen in principe prima loslopen. Maar hebben wel ook een sterk eigen willetje. En een eigen specifiek neus. Hoe zeg je dat? Geurorgaan. En als ze iets lekker vinden ruiken of interessanter uit vinden zien, dan gaan ze daarop af. En dan komen ze daarna wel weer naar ons. Maar ja, dan, als hier al die kuiters liggen, wil ik niet dat ze verstrikt raken in die... touwen en mensen hebben eten bij zich. Nou, dat eten zij dan allemaal op. Dus gisteren konden ze niet echt loslaten hier. Onder. Of ze pissen de kites onder. Maar daar voel ik me bijna niet eens schuldig over, want al die honden pissen ook onze camper onder. Ja, dat klopt. Gisteren kwam weer zo'n hond even naar onze band. Tegen de band? Ja, vol. En toen ging dat baasje wel, niet doen. Toen dacht ik, hij doet dit. Omdat er waarschijnlijk al 30 andere honden, toen we het niet zagen, ook en Tom ook. En Tom pist er zelf ook inmiddels te gaan. Ik heb te doen met degene die een band gaat verwisselen naar de winkel. Ik ook. Dat ding is helemaal ondergezeken. Er zijn hier veel mensen met honden, heel niet normaal. Maar iedereen laat zijn hond ook gewoon loslopen. En
Ik vind dat af en toe een beetje annoying, want die honden die zijn echt niet allemaal even lief tegen elkaar. En die zijn allemaal heel erg hun eigen territorium aan bewaken. Gisteren stonden wij best wel dicht naast een ander busje met Nederlanders. En die had twee herdershonden, liet die loslopen. Maar toen kwamen wij gewoon aan naar onze eigen camper. En ze begon die hond helemaal zijn territorium te bewaken. Nou, toen werd Tom natuurlijk ook not amused, want die dacht, ja, dit is mijn territorium. Goed, dan denk ik, lijn je hond gewoon aan. Maar goed, dat doet niemand, dus nee. Daar moeten we ons ook dan maar niet zo voor opvinden. Misschien zijn we ook gewoon een beetje jaloers. Omdat die van ons dat niet kunnen. Nou, ik zat er gisteren aan te denken dat ik dacht, de mensen met die Labrador lieten hem los. En die zeiden, ja, af en toe is hij een half uur weg en dan is hij ergens iets aan het eten en dan komt hij weer terug. Ja. Ik dacht, ja, Tom en Ed komen ook wel weer terug uiteindelijk. Alleen die zijn af en toe zo verblind door hun... Dagen. Ja, daarom. Ik denk dat zijn van die beesten waarvan je zegt, nou, we moeten even een week hier wachten. Want ja, onze honden zijn weg. En die steken ze er weg over. Ik weet het niet. Ik denk dat ze gewoon niet terugkomen. Nee, ze komen terug. Tommy, je komt toch altijd terug? Ja. Het wel helemaal. Maar Tom, joh, die loopt daar. Ik weet niet of je het kan zien. Maar die is zo op zichzelf en lekker aan het snuffelen en aan het doen. Die, van mijn gevoel houdt hij ons echt niet in de gaten. En als we hem los gaan laten, ik denk dat hij dan denkt, wow. Voor hier dan. Wow, deze man die hier hard loopt, lief. Die liep gisteren toen ik Tom en Ed aan het uitlaten was op ons strandje, een kilometer verderop, was hij ook aan het hardlopen daar. Maar dat betekent dus dat deze man, en dit is echt wel een oude man. Hij lijkt een beetje passie. Hij lijkt inderdaad Adriaan, ja. In een nieuw leven. Could be. Waar is onze andere hond? Ja, zie. Oh, helemaal daar. Zie je? Ja, ik zie hem wel, ja. Tommy! Tom! Kijk daar. Hij heeft weer iets geroken. Tom! Tommy! Nou, Maarten is hem even gaan halen. Tommy, knak! Goed zo, lieverd. Dat is braaf. Zo, het is inmiddels 4:30 alweer. Ik heb vanmiddag net 3 uur hard gelopen. Voor het eerst in mijn leven zo lang. 30 kilometer aangetikt. Daar ben ik echt best wel een beetje trots op. En het was misschien niet helemaal handig om op het midden van de dag om 12 uur te starten. Het was hier gewoon best wel warm en de zon die schijnt best wel fel en het was gewoon strak blauw, dus het was best wel even bikkelen. De eerste 2 uur gingen eigenlijk wel gewoon heel goed en ja, laatste uurtje werd het wel wat zwaarder. Niet per se conditioneel zwaarder, maar ja, je voelt gewoon, ik had geen water meer bij me en je hebt gewoon dorst. En de laatste half uur is gewoon meer mentaal dat het dan zwaar wordt en dat je gewoon ja, wilt dat het over is. Ja, best wel tevreden eigenlijk. Dus ik ben benieuwd hoe ik me morgen voel. Hier is nu even met Tommy lopen. En straks, eigenlijk over kleine 5 minuutjes, komen Marlene en Tiso. Die hebben een keertje ontmoet bij San Pedro del Pinatar. In, even kijken, het oosten van Spanje. Toevallig elkaar tegen het lijf gelopen daar. Ze parkeerden naast ons. En toen hebben we een avondje, of eigenlijk een uurtje, anderhalf uur, eventjes gekletst en wat gedronken. Ja, toen zijn we beide weer onze wegen weer gescheiden. En nu stuurden ze een berichtje of we zin hadden om weer af te spreken. Want we zaten weer bij elkaar in de buurt. Hartstikke gezellig. Dus dat gaan we doen. Maarten heeft net 30 kilometer gerend. Is toch niet normaal? Nu zit ik lekker chips tegen. Zo knap. En nu zit je lekker chips tegen. Nou, wel verdiend. Ik heb vooral heel weinig gedaan. Wat ook heel relaxed is. Lekker hier bij de camper zitten koesten. Ik heb toch een het boekje gelezen. Heel even gewerkt. Maar het wifi viel uit. Er moest een nieuwe pincode ingevoerd worden op Maartens telefoon. En die was er niet, dus dat was eigenlijk heel relaxed, want daardoor kon ik niet werken op mijn laptop en dacht ik, oké, ik geef hem nu helemaal over.
gebeurde dat net toen ik net weg was? Nee, halverwege. Je was anderhalf uur weg, dus nee, dat is prima. Dus lekker zitten lezen, wandelen. Eigenlijk heel relaxed. En nu zitten we te wachten op Marleen en Tiso. Ja. Maar ik ben wel benieuwd naar hun verhalen van ja. Want het was echt februari, het is nu eind april. Dus ik ben wel benieuwd naar. En het is een prima plek voor een woensdagmiddagborrel. Dat dacht ik het zo. Het weekend begint nu. Hoppakee. Loop naar huis. Zo, goedemiddag. Het is vandaag... welke datum is vandaag? 22 april. Ja. Het is altijd hetzelfde riedeltje. Hè? Dat als ik hem opstart dat ik niet weet hoe laat het is. Of dat ik niet weet welke datum het is. Maar goed, het is 2:30. Kwart voor 3 eigenlijk al. En we staan nog steeds aan het strand in Tarifa. We gaan nu staan we op het punt om te vertrekken. Van deze mooie plek. Ze zijn weer lekker aan het kiten allemaal. Zoals je kunt zien, het is iets minder druk. Het schijnt dat de wind moi is. We hebben al wat Nederlanders gesproken die hier ook aan het kiten zijn. En we gaan nu eventjes lozen. En eventjes de wc legen bij het station hier in de buurt. Dat is wel heel fijn. Je kan dan, bij een tankstation kan je eigenlijk alles doen. Dat is voor 3 euro of zo. Kan je voor 3 euro water lozen, water tappen, wc legen. Ja, dat is helemaal prima. En dan rijden we door naar Monda. Dan gaan we naar een oud Groningen genoot, hoe noem ik dat? Niet een studiegenoot, toch? Of wel? Ik ken haar van de studentenvereniging. Ah, van de studentenvereniging. En ze woonde samen met een heel goed vriendin van mij. Dus snap je? Ze woonde samen precies. Met Tien. Ja. Dus daar ken ik ook gewoon van. Ja. Die gaan we opzoeken. Die woont hier. Die is hierheen verhuisd met haar man. Man, vriend? Man. Kinderen. Ja. En die wonen dus in Monda. En wij gaan daar even gezellig een avondje langs. Ja. En dan gaan we morgen rijden we door naar het huis. Want? Het huis in Malaga. It's weer party huis. Time. It's party time. Ik ben nog gewoon een smoothie aan het eten. Dus dan kan je zo lekker. Ah, lekker. Ja, ik zag ook echt een groen stukje. Ja. Maar het is party time. It's party time. We gaan mijn verjaardag vieren. Huisje gehuurd. Ik heb zoveel zin. Zwembadje erbij. Waarschijnlijk gaat de zon niet schijnen. Nee, dus dat is helemaal waarschijnlijk super voor het hele weekend gaat het regenen, zeggen de weersvoorspellingen nu. Maar goed, hè? Maakt niet uit. Het wordt gezellig. Ik ben extra goede smoothie aan het eten, zodat ik extra veel wijn kan drinken dit weekend. Want zo werkt dat toch? Ja, dat werkt. Een beetje compenseren. Maar we moeten even vertellen wat we net hebben meegemaakt. Oh ja. Arme Eddie is te grazen genomen. Ja. En echt best wel goed ook. Tenminste, ja, het valt hopelijk nog mee, maar in zijn oor echt een diepe snee. Echt wel diep, nou nee, ik overdrijf. Nee, niet zo diep dat we er nu mee naar de dierenarts gaan, maar echt wel een snee. Bij zijn schouder, op zijn neus een hele kras. Ja. Hij werd echt goed te grazen genomen. Gelukkig. Nou, het was ook eng, want hij, ja. Normaal, het is niet erg als een pup te grazen wordt genomen door een oudere hond. Dat gebeurt, dat hoort bij de opvoeding. Ja, maar dit was nee, maar ik bedoel meer, een aanval. Was ja, het. Precies. Maar ik zeg ook, het is niet erg als die. Meestal blijft het bij een soort van snauw, weet je wel. Dan is het gewoon even opzouten. Maar hier moesten wij echt tussen komen. Ja, hij was hem echt zo aan het verslinden. Ja, het was echt, als we dat niet hadden gedaan, dan, dan had hij misschien wel dood. Hij had hem gewoon dood kunnen bijten. Hij was hem helemaal aan het verslinden, ja. Dus dat was wel even schrikken. En ook vooral voor de kleine Ed Raket, de Terminator. Hij ligt nu lekker in zijn benchje daaronder. Maar die was echt eventjes helemaal ontdaan heel ook. Heel zielig, ja. Zo, nog helemaal steeds shock. Een beetje. Ja, dus dat gebeurt. Daar kan je niks aan doen. Het toevallig een hond van een Nederlandse stijl. Ja, gelukkig. Super aardig. Super aardige mensen. Ja. En schijnbaar is hun hond dus vroeger ook, toen hij, weet ik, voor 8 weken was, echt... Onwijs te grazen genomen. En dat is gewoon een traumaatje. En dat doet hij dan dus nu ook bij jongere honden. Ja, en dus hij was gewoon, daar doe je gewoon niet zoveel aan. Nee, en wat het gewoon was, en dat hebben honden natuurlijk wel vaker met een bal. De bal. Die hond was met een bal aan het spelen, met een andere hond eigenlijk. En deze hond, de zwarte labrador die Ed aanviel. Zwarte labrador, je denkt die doen geen vliegen kwaad. Maar goed, hij bedoelde, nou, maakt niet uit. Ja, maakt niet uit. Die was op zoek naar zijn bal. Die was echt naarstig op zoek naar zijn bal. Een andere hond was er al met zijn bal vandoor gegaan. Dus hij was helemaal aan het zoeken. En Ed dacht gewoon, wij kunnen spelen. Dus die was heet achter de labrador aan het rennen. En met die labrador van, nou, wij gaan even samen lekker spelen. En op een gegeven moment dacht de labrador, ging gewoon, want ze waren aan het rennen. En opeens ging, knop om. Ging er een soort van knop om. Dus toen dacht ik, jij moet nu uit mijn pad. Ja. En toen ging hij, die is veel groter, want die is ruim 1. Ja, die greep hem. Zo, die greep hem echt hard. Ja. Ik was de vlog aan het editen, dus ik zat binnen. En ik hoorde ineens Ed gewoon... Piepen. En het ging maar door. Normaal, weet je, één keer, dan denk je, nou oké, prima. Kijk je er niet van op. Maar nu sprint ik die camper uit. En gelukkig was zijn baas was er eerder, dus die trok hem er al vanaf.
Maar ik weet niet wat ik met die hond had gedaan als ik er eerder bij was geweest. Dat meen ik oprecht. Nee, dat weet ik. Hè? Hoe kwam ik die camper uit? Doe het eens even voor. Nou, ik heb moeten temperen. Ik kwam echt schelden, rennen, ja, en schreeuwen. Nou, waar ik vooral bang voor ben, we staan hier gewoon ook aan een provinciale weg. Er zit wel een klein bosje tussen. Ja, dat die weg zijn. Maar wat er gebeurt met kleine pups, als die worden aangevallen of heel angstig zijn, dan gaan ze weg. En vluchten ze. En dan gaan ze rennen en dan ben je ze gewoon kwijt. En ja. Hij bleef gelukkig. Hij bleef gelukkig, ja, inderdaad. Hij rende de camper in. Maar voor hetzelfde geld rent hij dus, ja, ben je hem gewoon kwijt. En rent hij de weg over en rijden ze hem dood. Maar goed, hè? Het is allemaal goed gekomen. Ja, ik ben benieuwd. Zij is wel echt trillerig en in shock. En we hebben hem wel... Zij zijn met die hond gewoon nog even daar gaan staan. En wij hebben Etten gewoon bij ons gehouden. Nee, het wel geaaid, maar wel dat, ja, de hond gewoon nog... Want in het begin zat hij... Nou, dat was helemaal panisch. Hij wou helemaal niet die kant op kijken. En op een gegeven moment ging hij wel gewoon iets meer die kant op kijken. Want, ja, niet dat hij... Maar hij was wel een hele tijd aan het checken. Ja, waar hij was. Waar hij was. Ja, ja, het was heel zielig. Dus we hopen dat het goed komt met Etten. Maar goed, dat zal wel goed komen. Nou, hij ligt nu lekker te slapen. Goed, wij gaan even klaarmaken en dan gaan we rijden. Oké, lieve mensen, jullie mogen één keer raden wat hier is gebeurd. Tijd is om, nu moet je het weten. We zijn aangekomen bij het huis. En ja, we staan nu nog even in de camper. We hebben net alles uitgeladen met boodschappen. En het was weer allemaal regelen, boodschappen doen, pakketten ophalen en afspreken met de vrouw van het huis. Maar het is gelukt en we zijn aangekomen en het is echt te gek. Het is mega tof. Maar dat gaan we je zo allemaal laten zien. Kijk eens, de birthday girl heeft alvast de nieuwe dress aan. Het is mijn verjaardagsjurk. En mijn verjaardagsklompen. Mooi. Mochten je afvragen van waarvan die klompjes zijn? Birkenstok. Birkenstok. Hè? Voor alle dames. Heel fijn. En de jurk van G-Lane. En die hebben we al eerder gezien. Of althans dat merk. Ja, maar de jurk niet. Ja, kijk vooral. Ze maken echt super toffe, ja, items voor dames. En... ja, ze laten dat maken in India en allemaal eerlijk en de dames die de jurken maken, die krijgen allemaal goed betaald en ja, het is echt een super tof duurzaam concept. Dus ja, zoek dat vooral op. G-Label? G-Label. G-Label. Maar goed, we gaan eerst nog even een fotootje maken, want jij wil een foto van die jurk. Ja. En dan ga ik jullie zo het huis laten zien, want het is, ja, het is de moeite waard. Zeker. Midden in het Spaanse landschap. Ja, echt te tof. Super tof. Oh ja, en trouwens... We hebben helemaal niet verteld hoe het bij Eve en Pim was. Zo, ja! We hebben ook helemaal niet meer gevlogd. Wij vinden het altijd een beetje... ja, als wij bij iemand anders komen en dan vloggen we niet. Want ja, dat is ons ding en ja, daar heeft niet iedereen iets mee te maken. Dus dat doen we dan gewoon niet en dat vinden we ook... dat is helemaal prima. Maar we hebben gisteravond dus super fijne en gezellige avond gehad. En ja, het klikte echt enorm. En ja, gewoon een gezellig biertje gedronken en gekletst. En vanochtend even ontbeten. En toen zijn we een wandelingetje gaan maken. Het was nog wel een dingetje, want Pim's auto ging kapot. De versnellingsbak die kapte ermee. Dus onderweg naar de wandeling moest de auto langs de kant. En toen moesten we terug wandelen. Dus uiteindelijk hebben we iets van 2 uur gewandeld. 12 kilometer. Door de rivierbedding weer terug naar het dorp. Maar dat was uiteindelijk, ja, we baalden wel, want we wilden naar een mooie wandeling toe rijden. Maar uiteindelijk was dat nog wel een super toffe, ja, toffe wandeling op zichzelf. Maar goed, we gaan eerst eventjes door. Straks meer. Alright, we zijn inmiddels gesetteld. We hebben alles uitgeladen, boodschapjes naar binnen gebracht. Koelkast ligt vol met pils. Altijd goed. En ik zal je even een rondleiding geven van dit pittoreske Spaanse optrekje. Het is echt mega, mega leuk. Hier hebben we het hek. Hier komen we binnen. Ik zal even wat sneller lopen. En dan kom je hier dus op de oprit. En dit is dus sinaasappelbomen en citroenen. En dat hoort er dus allemaal bij. Dus dat loopt helemaal hier achter. Het gaat helemaal daarna om het huis heen, laat maar zeggen. Hier staat de camper. Mega fijn dat die op de oprit kon staan. Daar kiezen we vaak wel... Airbnb op uit, zodat hij gewoon ja, bij huis kan staan. Dat is mega chill. En dan komen we hier langs de camper.
Hier, dit is dus ook allemaal boomgaard. Loopt helemaal door naar achter. En daar mogen we dus ook plukken. Zeiden ze ook van, ja, je kan ze nu nog niet te lang meer, want anders ze drogen helemaal uit. Maar ja, je mag ze plukken. Dus dat gaan we ook maar eens even doen. Dan heb je hier een leuk patiootje, verandaatje. Met het zwembad. Hola. Met die gordijntjes en zo. En dit is dus het huis. Iemand is hier ook de bomen aan het sproeien, zoals je ziet. De tuinman. En dan lopen we in het huis naar de ingang. Die is hierboven. Ik waarschuw je. Tommy! Tommy en Etty spelen, dus best wel intens. En vooral Tom die vindt het dan af en toe nodig om hem even te bereiden. Daar is de ingang. Hier hebben we nog een leuk tuintje met een hangmat. En dan gaan we hier naar binnen. Zo. En dan hebben we hier links het woonkamertje. Hallo. Met Ju. Hallo bewoonster. Ik vind het mega leuk, ook al die echt van die Spaanse oude dingetjes overal. Ja. Nou, hier hebben we een eettafel. Dan gaan we hier naar de keuken. Spaans keukentje. Ja, helemaal prima. Het is gewoon ouderwets, maar het is allemaal wel strak. Ja, het is schoon. Ja, precies. Dat is wel het belangrijkste. En dan lopen we hier weg. Dan gaan we door. Hier naar boven. De slaapkamers. Hier hebben we dus... Ja, we hebben een stapelbed, badkamer, douche, toilet, leuk die tegeltjes allemaal, master bedroom. En dan hebben we hier nog een slaapkamer voor twee personen. En dat was hem. Oh nee, wacht. Ik zal jullie nog wat laten zien. We hebben hier ook nog, als je hier naar beneden gaat, naar de kelder, kom je nog ineens in een soort van optrekje hieronder. Met ook nog gewoon koelkast, coronatjes, lekker toepasselijk ook, wel een toepasselijk biertje voor nu. Zou er een grote tv hangen? En dan kan je hier dus weer naar buiten en dan kom je dus weer onder de patio bij de camper. Klein, maar fijn. Het is echt mega overzichtelijk, maar je kan er dus met 6 mensen slapen. Ik vind het wel knus. En het ligt dus midden in de Spaanse heuvels. Overal waar je kijkt, kan je dus in de verte. Het is een beetje mistig, misschien een beetje bewolkt. Maar Ed die gaat even een duikje nemen. Ed! Ga je even zwemmen? Hij hoort allemaal hondjes. Er zijn allemaal honden hier. Ja, Spaanse honden blaffen continu. Dat is echt bizar. 'S Nachts ook, bij het minste of geringste gaan. En als er eentje gaat, gaan ze ook allemaal af. De hele buurt blaft dan. Maar goed, dit is dus een tour van een huisje. We blijven hier tot dinsdagochtend. En Denise en Robert die zijn onderweg. Ja, die zijn er bijna. Ja, die zijn er bijna, zegt u. Dus dan gaan we gezellig op haar verjaardag proosten. Ja, zij is jarig. Ja. Is het wat? Ja, dat is superleuk. Kan die foto's maken, die vent? Nou, oh, ja, dat kan die foto's maken. Niet normaal. Niet normaal. Maar ik heb pilletjes in je mond. Pilletjes in je mond? Wat heb je voor pilletjes in je mond? Magnesium en probiotica. Heel goed. Heb je het gezellig gehad vanavond? Ja, maar ik vind je chill als je me zit te vloggen met pilletjes in je mond. Dat maakt het niet uit. Oké, nou ja. Nee. Ik heb een super gehad vanavond. Ja. En wij gaan nu gewoon heel ongezellig ook gewoon in twee bedden slapen. Toch? Ja, dat vind ik heel stom. Ja. Dat vind ik echt heel stom. Ik wou nog tegen elkaar aangeschreven, maar hier zitten hele constructies. Ja, hier zitten hele constructies met opladers en stopcontacten en weet ik veel. Ik vind het jarig. En dan word ik morgenochtend wakker, straks vandaag ochtend wakker en dan lig ik niet naast jou. Nee, ja, je ligt wel naast mij, maar ja, niet ver, ja, met een 1,5 meter afstand. Met Tom ertussen. Maar wel een gezellige avond gehad. Een hele leuke avond gehad, super gezellig. Een leuke eerste dag. Ja, absoluut. En we gaan nu lekker slapen, we hebben tanden gepoetst. En morgen dan weer een nieuwe dag. Hopelijk wordt het
Gewoon vissen vieren. Lekker weer. Vissen vieren, want vissen vieren. Je bent jarig. Gefeliciteerd. 34. 34. Wat een leeftijd. Holy shit. Maar 34 is het nieuwe 14. Oh, nee. Oké okay dan. Nou, nee, gezellig. Nou, tot morgen. Doei. Hallo. Ik ben jarig. Birthday girl. I'm gonna party like it's my birthday. Ik ben jarig. En het is inmiddels al 6 uur 's avonds. Dus ik ben al eventjes jarig. Maar ik ben de hele dag in de watten gelegd. Door Maart. En we zijn nu natuurlijk met Robert en Denise. Dus we hebben de hele dag ook al lekker. Nou, vanochtend was het trouwens een heel lekker verjaardagsmaatje gehad. Ja, we hebben lekker gebrunst. Daarna, ja, maar daarna, het was toen niet zo mooi weer. Zo koud. Ja. Dus ik zat een beetje zo met mijn vest aan. Ik zat een beetje zo te wachten op de zon. Ik dacht, ik ben jarig, ik kon de zon zitten. Maar nu is het zonnetje door. Is het heerlijk. Zitten we buiten lekker biertje te drinken, te kletsen. En ik word alleen maar gebeld door vriendinnen en door familie. Gefacetimed met iedereen. Dus het is echt een feestdag. Ik voel me echt jarig. Het is een hele leuke dag. En ik heb een hele mooie ring gekregen van Maarten. Deze gekregen. Dus daar ben ik helemaal blij mee. En nou, wat? Verder eigenlijk weinig te vertellen. Want verder is er weinig veranderd in opzicht van gisteren. Ik zit nog steeds in het huis. En vanavond wel grappig. Want gisteren hadden we niet echt avondeten bedacht. We hadden al overlegd met Robert en Denise. Vanavond gewoon lekker borrelen. Hapjes. En dan zien we wel wat trek we nog hebben. Maar we hebben allebei boodschappen gedaan alsof we een week in het huis zitten, zij en wij. En ik had voor vanavond echt een leuk diner bedacht. Is leuk. Ja, heel leuk. En een leuk gerecht bedacht. Maar dan zitten we net buiten borrelen met al die hapjes. En opeens zaten we, ja, we gaan helemaal niet meer koken, want die hapjes zijn al zoveel. Dus we zijn nu nog pizzatjes erin aan het doen. Dat hadden we ook als hapje. Dus eigenlijk eten we gewoon pizza. Is ook lekker. Is ook lekker. Ja, dus dat. Dus ik ga nu weer aansluiten, want ik ben er maar eventjes weg bij. Zo omdat ik zat te facetimen met een vriendinnetje. Maarten de pizza aan het snijden. Met heel uiterste precisie. Zeker. Is er buiten nog pizza over voor mij, denk je? Of van die vorige? Nee, ja, hè? Wel? Ja. Niet dat het hoeft, hier is er weer in. Nee, maar we hebben zoveel eten. Dus ja, dat is niet normaal. Er staat niet alleen pizza op tafel. Er staat van alles op tafel. Er staat een video voer. Ja, is ook. Ja. De honden gaan even weg. Ja. Even move. Move it! Oké, okay, we gaan weer lekker borrelen. En ondertussen heeft Maarten gewoon eventjes 20 kilometer gerend. Oh. Is het goed? Ja. Ook met het katertje? Ik ruik naar bier. Je zweet komt gewoon. Je zweet bier. Ja. Maakt het knap van je? Nee, het ging goed. Goed zo. Het was wel, dat, want hier moest ik, je kan daar dus niet door, laat maar zeggen. Oké. Dus ja. Je moest hier gelijk, nou, je weet, je moet gelijk omhoog. Ja. Oeh, dat is pittig. Ja, dus ik dacht echt de eerste 5 minuten, katertje. Ja. Dat was even pittig. Maar daarna kwam ik lekker in en uiteindelijk toch over de 20 kilometer gelopen. Knap. S'avonds een vent. Je bent s'avonds een vent en s'avonds ook een vent. Precies. Zo. Goeiedag. Het is vandaag maandag. Hoe is het, jongens? Gaat het goed? Vinden jullie dat wel wat in huis? Of hebben jullie toch liever de camper? Volgens mij vinden ze het wel fijn. Het is helaas de afgelopen dagen niet mega lekker weer. Het is de hele tijd een beetje bewolkt. En af en toe een buitje er tussendoor. Maar goed, mag de pret niet drukken. Robert en Denise zijn gisteren weer vertrokken. Follow the van. Die zijn weer door aan het camperen. En wij zitten hier nog tot morgen. Maar we hebben wel besloten om misschien nog een dagje langer te blijven. Want Judith heeft nog een lezing op woensdag. En die moet ze ook nog voorbereiden. En anders moeten we morgen een nieuwe plek zoeken. En dan heeft ze daar geen tijd voor. En hier hebben we ook wel op zich fijne wifi. Dus dan kan ze ook nog woensdagochtend daar of hier die lezing doen. En dan, het is wel handig als ze daar goede wifi voor heeft. Want het is een beetje lullig als ze uitvalt terwijl ze bezig is. Maar goed, dat is een beetje de status. We zijn een beetje aan het werk en eigenlijk nog niet zo heel veel gedaan. We gaan vanmiddag even naar Malaga. Dat is hier een... 20 minuutjes, half uurtje rijden vandaan. En dan gaan we even het terrasje pakken. Even wat eten. En dan gaan we weer lekker terug naar het huis. Het is gewoon weer even heel lekker om weer even een huis te hebben waar je ook gewoon even kan wassen.
waar je gewoon aan een tafel kan zitten met je laptop in plaats van dat je met je laptop op schoot zit. Dat is altijd wel, ja, is altijd wel lekker. En dat je gewoon even lekker lang kan douchen. Dat scheelt ook altijd wel. Trouwens lang, maar langer. Hè? Iets langer. Iets langer. Zeker, ja, dat is wat zo. Dus, maar goed, we gaan even door. Zo, dat zou wat zijn als mijn wijngaard. Ik wil even wijngaard. Dan hadden we denk ik alleen maar dronken geweest. We hebben vanochtend weer lekker sinaasappels geplukt. Dat had ik al laten zien, maar dit hele, ja, tot hierachter, dat zijn allemaal sinaasappelbomen. Maar er hangen er zoveel, dat we echt liters jus d'orange zouden kunnen drinken. Maar goed, elke ochtend een lekker glaasje, dat is wel lekker hoor. Maar we gaan nu even een rondje lopen door de gaard, hè? Gaan we even doen. Want het ging net opeens onweer, dus dacht ik, als straks gaat het regenen, dan hebben we in ieder geval vast weer even een rondje gelopen. Ja, precies. Hey, lekker. Gaan jullie mee? Kijk ze nou staan. Mooie beesten. Knappies. We gaan. Kom. Kom bij. Hoe gaat het? Is het goed? Het is de meest regenachtige dag die we tot nu toe hebben gehad. Gewoon in Spanje hebben gehad, ja. Alleen maar, het is niet één seconde droog, maar alleen maar het regen. Ik ben al twee keer helemaal doorweekt geweest. Maar ergens ook wel niet erg. We hebben een extra dagje in het huis en een beetje aan het keuvelen. Ik ben prestaties vanmorgen te voorbereiden, dus ik vind het niet zo erg dat het regent op zich. Nee. Behalve als je dus met die rakkers moet lopen. Maar het gaat gewoon al vanaf vanochtend 5 uur. Non-stop. Stop. Ja. Maar ook echt flinke buien gewoon. Echt flink, ja. Ja. Wat wou je zeggen? Feestweekend is voorbij. Ja. En laatste dagje in het huis zonder dat er andere mensen bij zijn of iets. Dus het is ook een beetje zo'n after party weekend dip. Ja. Zo van, nou, even een beetje hangerig. Ik ben gewoon moe, hoor. Ja, gewoon moe. Ja. Gewoon brak, 3 dagen. Super. Maar het was wel gezellig. Heel gezellig. Ja, nee, het was te gek. Het was een superleuk weekend. Maar dan heb je altijd zo de dag achteraf zo van, nou ja, hier keken we naar uit. Ja, dit is dan nu klaar. Ja. En dan is het ook nog zo'n dag als vandaag. Dus dan word je een beetje hangerig. Ja. Maar dat is fijn. Klopt. En zullen we heel even aan de kijkers ons nieuwe vinkertje laten zien. Huis laten zien? Ja. We hebben een huisje gevonden. Potentieel huisje. Met bijgebouw. Ja. En heel veel grond. Echt helemaal rondom. Alleen maar sinaasappelbomen. Goed, dat is dus niet per se een goed iets, want de grond wel, maar het schijnt dus dat heel vaak die grond bestemmingen heeft en dat je dus alleen maar sinaasappelbomen erop mag zetten ofzo. Dat schijnt dus zo te, soms wel eens, als je dus een huis koopt, moet je dat echt super goed nakijken. Dat je dus wel alles met die grond mag doen wat je wil, want hier heeft dus heel veel grond bestemming voor of sinaasappelbomen of olijfbomen of weet ik veel wat. Het zou toch zonde zijn als je, ja, als je denkt, 5000 vierkante meter grond hebt. Dat je denkt, ik ga dat even lekker herstructureren. En dat kan dan niet. Nee. Ja, dat zou zijn. Ja, sorry. En je mag alleen maar sinaasappelbomen neerzetten. Maar, een mooi optrekje. Wel een mooi optrekje inderdaad. Maar we hebben wel meerdere mooie optrekjes gezien. Ja. Potentie is er om zeker in Spanje iets te gaan zoeken ooit. Ja. Wel. Ja. Ja. Wie weet. Wie weet. Maar goed, zoals gezegd, een beetje brak. Het is toch ook een kutdag met qua weer. Dus dat scheelt. Dan heb je ook niet het idee dat je iets mist. Nee. Buiten. Nee. Ik ga zo, als we terugkomen van wandelen, ga ik nog 2 uurtjes werken. Ja. Yeah. Een uur aan de presentatie en een uur aan het platform. En dan ga ik lang uit. Lang uit, lekker hoor. Lang uit. Ja, ik ga wel bijna zeggen, met lekker een glas rode wijn, maar nee, even geen auto. Misschien vanavond. Maar ik ga even de camper schoonmaken van binnen, denk ik, een beetje. Ja, dat is super fijn als je dat even doet. Een keertje dweilen, want dat is wat goed. Voor het laatst in Nederland gebeurd. Toen we in het huisje in Loosdrecht zaten.
En we hebben op redelijk wat zanderige plekken gestaan. En ik haalde laatst een nat doekje over de vloer. En die kon ik gelijk weggooien, want dat was helemaal zwart. Dus dat, dat belooft wat. Maar kijk nou, dit is dus nog steeds hetzelfde huis. En we kunnen er dus helemaal omheen lopen. Maar het is dus helemaal dicht ook. Ja, er is echt niemand. En het ligt dus echt op, op een Spaanse heuvel. In het Spaanse landschap. En er is helemaal niemand. Maar goed, even op Funda kijken. Ja. De Spaanse Funda. Funda. Zo, camper is weer schoon. Was wel even nodig. Het is zo bizar hoe snel dat stof vangt. De twee hondjes ook in de camper. Heel snel. En met op het strand staan. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Combinatie. Precies. Want soms is dat ook nog als we vrij staan. Dan heb je natuurlijk niet je kleedje voor de camper liggen. Dus dan loop je soms gewoon de hele tijd echt vanaf het strand. Zo vanaf het zandje camper in en uit. En dan neem je zoveel zand mee. En dan die twee honden inderdaad. Ja. Een soort zandbak. Echt een zandbak, ja. Het is zo bizar. We hadden voor de stofzuiger opladen was natuurlijk kapot, dus we moesten het stof voor een blik. Ja. Maar gewoon elke dag, gewoon een volle stof voor een blik, gewoon bijna aan haar, zand, troep. Ja. Gaat zo snel? Gaat zo snel. Tom die is dan ook nog wel van het rollen op het strand, dus die zit dan lekker onder het zand. En als hij dan binnenkomt, dan gaat hij zich uitschudden. Uit. Want dan is hij ontspannen. En in plaats van dat hij daar naar buiten doet, verdomme. Maar goed, lieve mensen, wij liggen lekker op het bankje. Jullie is bijna klaar met werken. Ja, top. Ik heb, zoals ik net zei, dat uurtje aan de presentatie gezeten en nu nog een half uurtje aan mijn platform. Top. En daarna is het klaar, dus nog even genieten van de middag hier. Precies, de zon komt eindelijk door, dus ja. Oh, gaan we een beetje. Nou, dat zou nog wel best wel kunnen, ja. Ik wou zeggen, begonnen. Nou ja, dat moeten we er toch maar van nemen, hè. Nu hier zit het nog steeds. Jolie lief wachten, jongens, jolo. Precies. Morgen gaan we door, of gaan we weer terug naar Tarifa, maar daar gaan we morgen meer over vertellen. We gaan nu nog eventjes ontspannen hier. Top. Bedankt je voor het kijken. Super leuk dat je hebt gekeken. Ja, bedankt. Vergeet niet te liken en te subscriben. Hoe meer volgers, hoe meer beter. Hoe meer volgers, hoe beter. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Precies dat, juist dat. Precies. En voor iedereen die nu in Nederland King's Day aan het vieren is, enjoy. Doei. Ja, maar dat zien ze pas als ze dan dit al gezien hebben. Maakt niet uit. Doei.